hebben een eigen springkussen. Don't work harder, but smarter. Oké, als het goed is, zien jullie bij. Hou op je uit de box, want ik wil iets meenemen. Ja. Go! Oh, kijken. Wat is het? Ja, en dan kan ik zo hier op de bank staan. Zo, mijn haar helemaal niet. Op de bank staan. En dan kan je zo van bovenaf het hele springkussen zien. Dit is Harvey. Vandaag gaan wij voor Harvey dit springkussen. Het is een 2x2, dus als je iemand die bijna 2 meter op de grond zal leggen, en daar die kant ook, zo groot is die. Ja, het is best wel groot. Zal ik even helpen met het eruit halen? Ja, ik doe de camera wel. Okay. Heb je er zin in, Harvey? Nou, weet ik totaal niet wat er gaat gebeuren vandaag. Huh? Nee. Even mama power. Ja. Soms kom je gewoon van die dingen tegen op het internet en dan denk je, god, dat ziet er leuk uit. En wat doe je dan voordat je het weet, heb je het gekocht en is het binnen en staat het straks in de woonkamer. En dan hebben we een eigen springkussen. Moet je ook lekker doen. Ja. Ik kan de onderkant opensnijden. Ja, kan ook. Don't work harder, but smarter. Dit is nog de hel. Oh, kijk nou. Moet je kijken wat ik kan doen. Oh, wacht. Ik zie het plekje waar je moet oppompen. Die zit hier. Ergens. Oh shit, nu zie ik hem niet meer. Oh ja, hier. Hier heb ik een pompplekje. Pompplekje? Ja. Ja, nee, dat zie je dan. Kijk, dit zijn de pompen. Oh ja. Dit zijn de pompdingetjes. Nou, mama, take jij de camera over? Want ik ben hier professional in. Ja, wacht even hoor. Ik moet heel even lezen. Oké, jongens, ik zet jullie even hier neer. Oké, als het goed is, zien jullie bij. Dus heel gaat even aan de slag. Even kijken of de pomp van de router was. Ja, we hebben hem even uitgeklapt. Oké, ik haal. En dit is hem. Oh. Moet ik die eruit halen? Wacht maar even. We hebben niet een verlengsnoer nodig. Zegt de buurman en buurman dit. Ah, oh, shit, maar Minecraft dingetjes. Ja, laat die coole crocs eens even zien. One, two, fuck my shoe, three, four. Box more, 5, 6, Nike kicks. Nou, het zijn geen Nike's, maar het zijn wel supercoole Minecraft crocs. We hebben ze gekregen. Voor binnen, hè? Ja, voor lekker binnen. Binnen, want er zitten van die dingetjes op die je eraf kan halen. Maar hier in het stopcontact moet die even in. Ik weet niet hoe dat moet. Ja, ik heb denk ik even een verlengsnoer nodig, dus die ga ik boven verpakken. Nou, even de goede verpakken. Ja, dan moet je even kijken, hè. Welke dan daar dan moet. Perfect. Ja. We gaan pompen. Oké, we zijn nu op de helft, zo'n beetje. Oké, maar hoe ga je nu te werk precies? Ik ga deze opblazen, ga dit allemaal, ga ik dit opblazen, ga ik alles opblazen wat moet. Dat ga ik opblazen, ik ga alles doen. Wat vind je tot nu toe van de grootte? Eigenlijk vind ik het beste, daar zie ik de deur, maar dit vind ik tot nu toe het beste. Hij is wel hoog in ieder geval. Ja. We zeiden inderdaad dat er een touwtje bij zat, maar ik zie inderdaad dat we dat hier doorheen moeten doen. Dus gelukkig zit dat erbij. Harvey, wat vind je dat? Wat is er? Weet je waar de touwtjes zijn? Ja, die had ik gevonden. Die zaten toch ertussen. Kijk maar. Hier. Oh ja, die. Oké, jongens. Dit. Nu kunnen we even niet meer praten. 3, 2, 1... Als ik een klein beetje zal helpen. Toen Haley en Hayden klein waren, toen deden we eigenlijk ook altijd dit soort gekke dingen. Gewoon leuk en grappig speelgoed bestellen. Soms om te huren, soms om te kopen. Deze heb ik dan gekocht. En we hebben eerder, nou ja, echt
lang geleden, begin echt van onze broer en zuster V-tijdperk, hebben we ooit een keer een ballenbak gehuurd. En die hebben we toen midden in de woonkamer gezet. En daar hebben we Helene Heden toen mee verrast. En ik weet dat het voor hun altijd heel erg leuk was om dat soort gekke dingen te doen. Denk je nog? Dat we die ballenbak hadden gehuurd in de woonkamer. We hadden ook een keertje een mega sprinklers in de tuin. Oh ja, dat hebben we ook nog met gehad. Met die tank. Ja, inderdaad. Dus gewoon springkussens en een waterspringkussen hebben we ook een keer gehad. Oké, even kijken hoe laat het is, want ik heb een ander dingetje moeten gebruiken. Oh ja. Want anders past hier niet in. Oh, oké. Okay. Maar goed, ja, voor Harvey begint die gekke periode natuurlijk nu. Want hij kan nu lekker spelen en klimmen. En hij gaat soms al een beetje naar de speeltuin. Gaat een beetje buiten spelen. Natuurlijk niet zelfstandig, maar samen met ons. En ik dacht, nou ja, ik zag dan dit prachtige, kleurrijke, feestelijke ding. En... we gaan weer pompen. We hebben hem helemaal klaar. Ja, dat ding is alleen niet helemaal goed. Maar die is heel lastig op te pompen. Ja. Want zodra je de pomp eraf haalt, dan... is die leeg. Is die leeg. Dus ja, die is lastig. Ik had hem al even met de mond opgeblazen, maar nou, ziet dat hij nog niet... Vooral als je denkt, hoe krijg je je bal terug, als je dat moet ik laten zien. Toevallig kan ik erin, dus... Ja, we doen even vast de demonstratie. Harvey, je mag er zo in, we beloven het. Als ik dit doe? Hij staat te springen. Ja. Moet je alleen even wachten. Ja. Oh, dat gaat... En dan krijg ik hem hier terug. Dat gaat hij doen. Dus nog een demonstratie, dus je doet het in de... in de basketbaldingen. Ja, basketbaldingen. Dan zie je hem zo. En dan glijdt hij daar. Naar. Oh, en dat is leuk. Maar we hebben tot nu toe maar één bal. Maar wat doe je met één bal? Daar maak je toch. Ja, we hebben meerdere balletjes. Twee. Ik zie dit in de YouTube-manier. Meerdere ballen. Zo, allemaal balletjes. Ja, het zijn niet echt heel veel. Alleen de maar... katten mogen daar niet in. Nagels. Ja, dat is waar. Ja, moeten we eerst weer nagels knippen, Scarlett? Nou, het ziet er ook niet echt naar uit dat ze erin wil zitten. Hoi. Hallo. Wat vind je ervan? Wat hebben we nou hier voor geks? Oké, hou op je uit de box. Ik wil iets spelen. Ja. Go! Wat kijken. Wat is het? Harvey. Oh, wauw. Kom, ga maar zitten. De balletjes vindt hij in ieder geval wel leuk, denk ik. Hij vindt het spannend, dat zie ik. En anders houden we gewoon de balletjes en doen we een springkussen weg. Dus het is eigenlijk zo, gewoon een opblaasbare box dit. Toch? Oh, nu vindt hij het leuk aan het worden. Oh, balletjes op een rij. Hey. Wel super veel balletjes. Misschien moet je even laten zien hoe dat ding werkt. Dus dat je dan de balletje erin doet. Hoi, schat. Kijk eens bij Heden. Dat is leuk. Oh. Wel leuk bedacht hoor. Het gaat ook oneindig door, zie je dat? Wat vind je ervan? Nou. Het is in ieder geval goed vermaakt voor vandaag. Want we blijven vandaag wel een beetje binnen. Morgen gaan we wel naar het zwembad. Maar het is dus echt super warm vandaag. Zal ik een spoiler zeggen wat voor video idee ik heb? Nou, vertel. 24 uur lang in de springkussen. Ja, jij dan hè. Want ik denk niet dat Harvey dat gaat volhouden. Nee. Maar oh, dus dan ga je er ook in slapen en eten. En ik ga serieus in slapen. Ik denk dat het best wel lekker ligt hoor. Het ligt ook super lekker. Ja. Wat vindt Harvey er nou van? Volgens mij is hij alleen maar druk bezig met de balletjes. Nou, ik hoop dat hij het een beetje leuk vindt. Maar goed, hij kan er heel lang mee doen. Want het is echt ook voor grotere kindjes ook. Dus weet je, als hij nu niks vindt, dan is het misschien altijd iets leuks voor later. Als hij ja, oh nee, een balletje is of zo. Harvey, kijk eens. Kijk eens. Hop. Oh, nou, mama kan hier gooien. Kom, zie nog een keer. Ja. Oeh. Wat vind je ervan? Vertel eens wat. Nou, hij vertelt nog niet zoveel. Hij kijkt vooral om zich heen. Hè? Wat nou als hier een balletje vastkomt? Wat moeten we dan doen? Ja, dan moet jij door dat gaatje heen. Wel een dokter Polby, like. Ja. Dit doe ik in mijn vrije tijd. Ja, die moet... Pak het kalf. Oh, ja. Ja. Nou, op de grond vliegen en ik wil niet. Gooi jij daar nou een balletje?
Vind je het mooi, Harvey? Ja. Heb je een mooie nieuwe box? Een feestneus. Een ja, wat doet hij nou? Auw! Uh-oh! Wil je weten? Oh, hij is er eentje uit. Ik denk dat we gewoon, ik denk dat we kijk, heel je blij... Kijk, je moet in de lucht en dan ja? Knippen. Kijk, je moet in de lucht gooien en dan dit doen dus. Ah. Ik denk dat ik hem net zo goed in een kartonnen doos kan zetten met wat balletjes. Ik denk dat hij dan net zo gelukkig is. Oh, gaat het? Oké, we hebben een probleem. Want we hebben net een gesprek gehad met Scarlett. Dat ze dus niet op het springkussen mag. En nu ik weet niet in hoeverre ze dat gesprek heeft begrepen. Volgens mij zijn wij heel duidelijk geweest naar jou. Ze wil toch wel deken liggen? Er zit wel een reparatiesetje bij, maar... Wat doet de poes nou? Ik heb geen zin om dat reparatiesetje binnen 1 uur te gaan gebruiken, Scarlett. Sowieso helemaal niet. Misschien moeten we eventjes even de nageltjes gaan knippen. Hè? Voor zekerheid. Nou, ga er maar niet in, hè, poes. Wel luisteren, hè. Waar ik dus eigenlijk ook niet helemaal over na had gedacht, is dus dat ik dus, het is nu in de ochtend, dus het is niet heel vroeg in de ochtend, maar het is in de ochtend, dat ik dus nu dat ding de hele dag in de woonkamer heb staan. Dus, we zijn natuurlijk nu aan begonnen, hè? Dan moet je ook gewoon lekker de hele dag erin spelen. Maar het is ook wel een leuk ding om in de tuin te zetten, want er zitten ook speciale haken bij je en die moet, moet je dan in de grond steken. Ja. De steden gaat het kapot. Ja, dan moet, ja. En je moet hem lekbaar krijgen. Nou, ik zou hem niet lek maken om door de deur heen ja. te krijgen. Maar als je bijvoorbeeld een hele grote pui hebt of zo, dan kun je gewoon de pui openschuiven. Dat hebben wij dus niet. Ja, je zou hem of een beetje door de deur heen moeten proppen of een klein beetje moeten laten leeglopen als je hem dan van binnen naar buiten wil verplaatsen. Maar voor nu, voor vandaag, laten we hem gewoon lekker binnen staan. En wellicht volgende keer met mooie dingen. Dan zetten we hem buiten. Die buiten liggen, ja, maar volgens mij, wie zit dan de balletjes naar buiten te gooien? Harvey. Wie zit dat te doen? Harvey. Oh, waar zijn alle balletjes? Waar zijn de balletjes? Ja, zie je wel. Oh, hij doet het wel. Ik wilde al bijna jou echt de schuld gaan geven, maar... Ja! Ja! Ik wilde gewoon bijna Heden de schuld gaan geven. Ja, die kans moet je deze groot doen. Hij vindt het echt leuk. Oh, ik ben blij dat hij het leuk vindt. Ik word alleen blij als hij blij is en daarom ben ik ja. blij. Nu is zo'n springkussen natuurlijk best wel zo'n groot overdreven... Nou ja, overdreven. Het is nooit, oh, voor je kind is nooit overdreven, maar... Het is wel een heel groot springkussen natuurlijk. Het is natuurlijk niet iets wat je gewoon ja, elke dag koopt. Of een klein speelgoedje of zo. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben voor Harvey niet zo heel erg veel speelgoed. En dat komt omdat hij gewoon bepaalde dingen heel erg leuk vindt. En ik dan niet echt het idee heb van, oh, hij is echt toe aan iets nieuws. Bijvoorbeeld, ja, hier heeft hij dan zijn hoekje met zijn spulletjes. En hij speelt voornamelijk heel veel met de oude Duplo van Haley en Hayden. En hij heeft... oh, het ligt boven. Hij heeft wat smart toys. En dat zijn van die dino's die je in elkaar kan klikken. Blokken die je kan regenboog. Bouwen. En een regenboog die je dan op kleur en op groot in elkaar moet zetten. Dat zijn echt van die smart toys. Zo heet het volgens mij ook. Zullen we een paar seconden zijn eentje geven? Ja, dat mag wel hoor. Dus ja, eigenlijk vindt hij dat soort speelgoed heel erg leuk. En daar is hij eerlijk gezegd ook echt uren zoet mee. Dus ik heb niet echt de behoefte om hem helemaal te overladen met als hij een autootje heeft, dat hij dan ook 20 van die autootjes krijgt. Maar als hij met dat ene autootje heel erg gelukkig is, dan is dat ook echt wel voldoende. Dus ik probeer dat deze keer allemaal iets minder te doen. Hij begint het te krijgen. Ja, om dat soort van denk ik te compenseren, koop ik dan weer een enorm groot springkussen. Maar hier kan hij wel echt jarenlang plezier van hebben. En stel dat die later vriendjes of vriendinnetjes of zo bezoeken, dan kunnen ze daar ook gewoon gezellig met z'n allen in spelen. Dus ik denk dat het wel een goede koop is. Ja, en dan kan ik zo hier op de bank staan. Zo, oh, mag eigenlijk helemaal niet. Op de bank staan. En dan kan je zo van bovenaf het hele springkussen zien. Kijk nou, wat cool. Kijk, als we Harvey een klein beetje gewoon een extra large opblaasbare box.
Vindt het leuk? Vindt het leuk? Wat doet Heden nou? Ja, ik ga het al een beetje staan erin. En een beetje... Een beetje jumpen op de billen, hè? Ja. Oh, kom je eruit? Lukt dat? Kom maar. Oh, nee. Hij wil er niet uit. Harvey gaat er 24 uur in. Hè? Nou, dit gevaarte staat dit weekend sowieso nog eventjes in de woonkamer. Harvey ligt inmiddels te slapen, want hij was super moe van al de springen in zijn nieuwe springkussen. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!